staan vijf prachtige meisjes. Maar één van jullie zal vanavond weer met het vliegtuig teruggaan naar Nederland. Hier in mijn handen heb ik de foto's van de meisjes die wel nog kans maken op de titel Benelux Nex Topmodel. Als ik je naam noem, stap dan naar voren en dan krijg je je foto. Als eerste, Rosalind. Fantastische foto gemaakt, maar je moet echt aan dat lijf gaan werken. Lianne. Je hebt hele goede ghosties gedaan. Die foto's moeten beter. Inzet is echt heel goed. En om de finale te halen, wil er iets extra zien. Ja, maar gefeliciteerd. Dankjewel. Catharina, zou je naast Denise willen gaan staan? Eén van jullie tweeën zal helaas vanavond met het vliegtuig terug naar huis moeten. En misschien word jij dat, Denise. Want de jury is een beetje teleurgesteld over je inzet. Want het lijkt soms alsof je je niet wil verbeteren. Maar jij kan het ook worden, Catharina. Want je hebt één look. Van jezelf vind je dat je een topmodel zou kunnen zijn. Maar de jury weet niet of dat ook daadwerkelijk zo is. Nu of nooit. Dankjewel. Catharina. Oh. Ik zal je nu moeten vragen om die koffer te pakken en naar huis te gaan. Kut. Alles voor niets. Ik ben vooral echt kwaad op de jury, want... Allee, ik vind wat ze gezegd hebben, vind ik gewoon onterecht. En... Weet je, ja, als zij geen topmodel in me zien, ja, tot daar, dan is dat eigenlijk maar hun probleem. Hij komt er wel. En Maxime komt er ook. Ja, Maxime staat helemaal alleen voor me, maar hij zegt sowieso wel winnen van die ouders. Jezelf niet als topmodel, zeker met alcohol. Dit is de allesbeslissende eliminatie. Eén van jullie gaat namelijk niet mee naar de finale van Benelux Nex Topmodel.